Hey. Oh. Hi. Schrik. Oh. Wie is dat nou weer? Weet je wat? Wie bent u, mevrouw? Wie? 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 Oh, met dat groene haar. Voor één keer mijn hele haar. Is daar iets misgegaan? Nou, zo, ja, mijn handen, ja. Is de föhn ontploft? Nee. Oh, oké. Okay, het enige wat er mis is gegaan dat mijn handen helemaal blauw waren. Oké. Okay. En u, mevrouw? Wat komt u doen? Bibi uitzwaaien. Ah, wat jammer toch? Moet je het even een week zonder doen? Hè? Nee, maar wij gaan de halve week gaan we weg. Oh, oké. Okay, nou, dus dan heb je ook niks te lijden. Toch? Kom Kampwijkveer! Nog eens? Kampwijkveer! Ah, ja. Oh. Ja, kom er even bij, dichterbij. Hallo, kom aan. Pak me terug. Ja. Ja. Dat is wel heel dichtbij. Ja, je mag ook gaan zitten, jongen. Oh, ja, ga maar zitten allemaal. Dat is wel anders dan duurt. Er was eens, lang geleden, een prins op zoek naar een nieuw kasteel. Prins Roel wilde graag weg uit Lintelo. Hij had zijn hele leven bij zijn ouders gewoond en wilde nu graag een kasteel voor zichzelf. Tweede kamer. En zo begon zijn zoektocht naar zijn paleis. Zoektocht. Hij begon de zoektocht bij de Zuiderkerk, maar te voet zou deze tocht veel te lang duren. Dus op naar zijn trouwe viervoeter, Martijn. Martijn was de trotse waterbuffalo die Roel al vele malen had geholpen vele survivals te overleven. Samen gingen ze op pad en al gauw kwamen ze bij het eerste kasteel aan. De jongvrouwe hekster, die wilde alleen geen afstand, want dat is het, doen van haar kasteel. Helaas pindakaas dus voor ridder Roel. Hekster wilde natuurlijk wel graag helpen zoeken en ging met Roel en Martijn mee op pad. De zoektocht liep tot aan het bos. Hier moesten ze natuurlijk doorheen. Het bos was nog vrij nieuw, pas 2 jaar oud. Toch stonden er al jumbo-bomen. Jumbo-bomen. Toen ze het bos weer uitliepen, waren ze ineens met z'n vieren. Er was een es mee. Ze denderden door en kwamen langs een grot, waar rook uitkwam. Ze liepen naar binnen en boven een grote pot met eten stond een reus voor de pan te roeren. De reus was een lekkere maaltijd aan het koken, zodat prins Roel en zijn vrienden de zoektocht konden voortzetten. Ze vroegen of de reus mee wilde. Hij was gelijk over de kook en had dus tijd om mee te gaan. Snel bleek al dat het donker begon te worden en dat ze op zoek moesten naar een plek om te overnachten. Hier en daar stonden wat tenten, maar ze waren met zoveel dat ze eigenlijk campers nodig hadden. Gelukkig bleek die hier om de hoek te staan. Na een korte nacht gingen ze de volgende ochtend weer vroeg op zoek. De weg liep langs een klein gehucht, genaamd IJzerlo. Hier woonde de grijze heks, Irene. Irene was zelf ook op zoek naar een nieuwe hut om flink bij te tanken. Maar eerst moest ze nog van haar oude hut af. Wie wil dat nou hebben, zei ze. Wie wil dat nou hebben? En plots verscheen daar een ridder van heel ver weg. Hij stond te sinderen op zijn benen. Ik wil hem, riep hij. Oké, je mag hem hebben. En al snel gingen ze allemaal verder. Na een tijdje reizen kwamen ze aan bij een supergroot mooi kasteel. Ze klopten op de poort, maar helaas, niemand deed open. Hoog bovenuit de toren hoorden ze een luid gesnurk. Het was de jonkvrouwe Maaike die haar roes lag uit te slapen. Ze klopten nogmaals op de poort in de hoop dat de jonkvrouw wakker zou worden. Met een boos blik deed de nar plotseling de deur open. Hij zat net lekker in een jam-sessie
en wilde liever niet gestoord worden. Wat komen jullie doen? Vroeg de naar. Wat komen jullie? Wat komen jullie hier doen? Ik ben op zoek naar een nieuw kasteel, zei prins Roel. Ik ben op zoek naar een nieuw kasteel. Maar wat was jij aan het doen? Een jam-sessie? Wat leuk, zei het gezelschap. Wij willen graag meedoen. Iedereen pakte zijn instrument erbij en ging meedoen met de jam-sessie. Door alle commotie en het vele lawaai was jonkvrouw Maaike wat wakker geworden. Ze draaide zich om en viel plots uit bed. Bam, bovenop de nar. Ja, kijk, net als een echte prinses op de erfdoek. Door de harde klap was de eigenaar van het kasteel ook wakker geworden. Roel vertelde de barones Wensink dat hij graag haar kasteel zou willen kopen. Barones Wensink stond wel open voor dit idee, maar wilde eerst nog wel één week graag van haar kasteel genieten, voor ze het verkocht. Ze had zich de laatste tijd maarteloos geërgerd aan het feit dat de leidingen moesten worden vervangen en besloot dus de toko wel te willen verkopen. Trots keek prins Roel vanaf zijn nieuwe toren over het gebouw. Over het gebouw uit en dacht, wat een mooi slot. Zegt dat je mag snoepen. Ja. Oké, maar.
Milan, waar is het? Nee, dat zijn hokjes, hè? Je mag van 5 tot 7 of zo. Dus dat zijn dan dat zijn dus de begeleiding? Die snoepjes van de kinderen gaat stelen? Ja. Oh, is het een snoep van de kinderen? Ja. Oh, wacht, ik moet even kijken. Is dat allemaal goed? Is dat allemaal goed? Ja. Dat is een datum. Jammer zijn dat we al op de helft zijn. Mm-hmm. Ja. Ik mis Puk wel. Wie is Puk? Puk en Hans. Ja, ik mis Bolly ook. Wat? Ik mis Morgens ook. Ik mis Toebus. Allemaal! Ja. Ik mis Bendis. Ik mis Bendis. Ik ben een man.
Jullie stoppen wel. Hoi. Hier hebben we het echt al. Geen zorgen, met kamp ik vier.
zijn palen, we slogen ons vertier. We zingen geen zorgen, het kamp heeft vier. Het kamp heeft vier. Ja. De allertofste week, die is nu weer hier. Bij de kerk, leidingen, kinderen, nu hier op kamp. Wij heel lang fietsen, maak je bed op en eet je potje leeg. Volgens de kinderbekken, maar voor ook. Geen zorgen, de kamp heeft vier. Alles is vrij, we ons verdienen. We zingen geen zorgen, we kamp in vier. We kamp in vier. De allertofste week, die is nu weer hier. Die is nu weer hier. We doen van trompetten, op het begin van zondag. Met een vaste. Zet u loven, lekker eten. Beschonkelt heel wat rood. Lieve, liefde op kamp is mooi. Geen zorgen, de kamp heeft vier. Jongens, dit kan halen! Schokjes en behalen, we zorgen ons kwartier. We zingen geen zorgen. De kamp heeft vier. De kamp heeft vier. Komt-ie. De allertofste week. Die is nu weer hier. Die is nu weer hier. Het was helemaal weer. Sprong in het zwembad. Spelen in het bos. Pinocchio was dood. Zet je hoed af. En doe je koksmuts op. Dansen. Nee, hond onmundig van disco. Geen zorgen, de kamp heeft vier. Sprookjes en balen, we zongen ons kwartier. En nu harder! We zingen geen zorgen, de kamp heeft vier. De kamp heeft vier. De allertofste week, die is nu weer hier. Hey, oh!
we willen dus veel plezier. Dat zit wel goed met Snowbees 4. Gisteravond toch? En met een buggenkamp vlot. Jongens tegen meisjes, mondje dicht. Binnen aan zijn Bijbel. Die was op een twijfel. Vanavond op de avond. Veel plezier. Hey, ho, Oculo, sprookjes van de waarheid. Wat we willen is veel plezier. Dat zit wel goed met Kamee 4. Dit is wat we genieten. Toen moesten we gaan slapen. Dan was het op de avond. Boom, flits, knal. We fietsen naar het zwembad. Er ging een kopje onder. Pannenkoeken sjoelen. Smik, smak, smek. Jullie alert! Hey, ho! Oh, Oculo! Dat is van de waarheid. Wat we willen is veel plezier. Dat zit wel goed met Kamee 4. Nu het door de halten. Naar een beetje voorleggen. Knuffel nu je ouders. Oh, wat lief. We gaan jullie echt missen. Om niet te lang in dus. Tijd voor als we nemen. Oeh, oeh, oeh. Hey, oh, let's go, hey, oh, let's go, hey, oh, let's go, hey, oh, let's go! Hallo, ik ben Jokke Geerders en ik ben van de recreatiecommissie van PKN in Aalten. Wij organiseren in de zomervakantie 5 weken kinderkampen met allemaal vrijwilligers. Voor een heel klein bedrag, voor €70 in de week, kunnen kinderen een weekje op kamp. En dat doen we al 40 jaar. En dat wordt allemaal door vrijwilligers, die kampen worden door vrijwilligers opgezet en door vrijwilligers gerund en door vrijwilligers wordt alles gekookt, gekocht. En dat gaat van de leeftijd van zeg maar 18 jaar tot 80. En dat zijn zo'n 90 vrijwilligers die jaarlijks daarmee bezig zijn. Elke week gaat er een kampweek weg met 40 kindertjes. 12 man leiding, 2 man keuken. En die zorgen voor een onvergetelijke week voor die kindertjes. Elke week heeft een eigen thema en dat doet de leiding ook zelf bedenken. Zijn er ook vrijwilligers die sinds de beginjaren erbij zijn? De commissie die dat organiseert, die bestaat uit 9 personen. En daarvan zijn er al 2 meer dan 35 jaar actief in die commissie. Voor de rest wisselt het al eens, maar het is eigenlijk, we noemen het altijd de recreatiefamilie, want we zijn echt heel erg op elkaar ingespeeld. En wat de een niet kan, doet de ander. En als de een niet kan, valt een ander voor hem in. De kindertjes die op kamp gaan, die mogen ook geen mobiel meenemen. Dit wordt gewoon een week spelen in het gras, spelletjes doen, vossenjacht. Al die dingen met spooktocht. En de ouders hebben alleen maar 1 telefoonnummer waar ze als de calamiteiten zijn heen kunnen bellen. Verder is in die week geen contact met ouders en kinderen. Ouders vinden dat verschrikkelijker dan de kinderen. De kinderen vinden het prima, maar ouders, sommige moeders vinden het echt heel erg moeilijk. Die proberen dan in die week nog eens een keer toch wel contact te krijgen. Maar wij houden daar strikt aan, want als je 1 kind zijn moeder laat bellen, willen alle kindertjes en halverwege de week zijn ze moe en emotioneel. En dan gaan ze huilen en dan willen ze naar huis. Het gebeurt elke week wel dat er iemand met heimwee naar huis wordt gebracht. Maar dat hoort erom bij volgens ons. Maar voor de hedendaagse kinderen is het toch soms ook een klein beetje, ja, ze moeten daar denk ik nog eerst aan wennen om zo hele dagen buiten te spelen zoals wij dat vroeger gedaan hebben, of niet? Heel veel kinderen doen dat niet meer. Die zitten altijd op tabletjes, ze hebben allemaal een mobieltje, ze hebben een tablet, ze zitten achter de computer. Deze week is zonder tablet, zonder computer, zonder. Er is alleen muziekje op het terrein en de leiding heeft wel een mobiel. Maar voor de rest heeft niemand een mobiel. Ze mogen een 10 zakgeld meenemen, dan gaan ze een keer winkelen en dan gaan ze chips kopen en cola, al die dingen meer. Maar voor de rest is echt back to basic. In het bos spelen, vlotten bouwen,
al die leuke dingen die je in een bos kunt doen, in een groot weiland, gaan we deze week met die kinderen allemaal doen. En de ouderwetse gezelligheid. En ouderwetse gezelligheid. Heel erg, heel erg back to basic. En de kinderen die zijn ook echt heel erg blij als ze terugkomen. Ze praten er nog weken, jaren over. En vaak zijn ze, dat ze tot en met groep 6, 7, 8 mogen ze mee. En dan in groep 8 zeggen ze, als ik 18 jaar ben, dan kom ik weer. Want dan ga ik als leiding mee. En dat gebeurt. Er zijn ook heel veel kinderen die gewoon als kindertje mee zijn geweest. En nu als leiding meegaan. Zelfs als hoofdleiding. Dus dat is echt een wisselwerking die heel... Dat maakt mij altijd trots op altijd dat zoveel vrijwilligers zo lang met één ding bezig kunnen zijn. 40 jaar nu al? 40 jaar al, ja. Altijd volle bak, altijd volle bak. Kunnen mensen ook ergens zien, fotografisch of zo, ergens zien hoe de vorderingen zijn? Hoe het 40 jaar geleden begon en... Dat is dus vorig jaar van het kerkvenster zo'n boekje van uitgegeven. En alle mensen die kerkelijk betrokken zijn altijd, hebben zo'n boekje gekregen. Maar verder is er eigenlijk weinig bekendheid in. Arnold Arensen, dat is een bekende Altenaar, die heeft ook veel van die foto's voor dat boekje gemaakt. En die wil op de duur nog een keer een boek daarover schrijven. Want dat is ook een van de mensen die helemaal in het begin erbij was. Maar het is gewoon, voor vragen kun je altijd bij de recreatiecommissie terecht. Wij kunnen daar zo'n verhaal van vertellen. We hebben nog maar een paar van die boekjes liggen, dus dat kun je altijd vragen. Maar in Alten is het eigenlijk wel bekend, de hele kamp gebeuren wel. En als kindertjes op de lagere school zitten, in groep 6 sowieso, dan worden ze daarmee geconfronteerd. Dan wens ik jullie voor de volgende aankomende 40 jaar nu alvast veel plezier en verder zoveel succes. Ja, ik hoop het ook. En voor al die kindertjes, al die blije kindertjes, daar doen we het voor.